voordat er een overheid hier bestond. Waren we al. Er was een complete beschaving. Ja. Niemand moet ons leren over respect, normen en waarden. Dit land wordt nu gestuurd met menselijke wetten. Die geconstrueerd zijn in hun voordeel. De ongebreidelde gronduitgiften zijn naar zeggen van de dorpelingen uit verschillende inheemse dorpen in Para nog steeds niet stopgezet. Daarom is op verzoek van de dorpen een dialoogronde begonnen tussen het traditioneel gezag en de districtscommissaris van Para. Nadat het toespreken van het volk door de DC in eerste instantie werd geweigerd, is uiteindelijk toch dialoog gevoerd met het districtshoofd. De eis van de inheemse gemeenschap is onmiddellijke stopzetting van gronduitgifte in verschillende dorpen en het terstond verwijderen van de machines in deze gebieden. Nou, we hebben gevraagd dat alle gronden die zijn uitgegeven teruggetrokken moeten worden. En de DC heeft aangegeven dat zij eigenlijk niet belast is daarmee om grond uit te geven. Het komt van GBB. Ze heeft ons ook uitgelegd hoe zaken zijn gegaan. En soms niet eens hier bij haar komen. En haar advies eigenlijk is niet bindend. Dus dan, zijn we genoodzaakt om verder te gaan om met de minister van GBB verder te praten. Nou, kijk, wanneer we aan tafel zitten, dan proberen we uiterst in dialoog te gaan. En op dit moment kunnen we niet zeggen dat we ons terugtrekken om met de gemeenschap te praten. Maar we hebben namens hun dan daar een besluit genomen. Ik snap het, dat de mensen ontevreden zijn en dat ze moe zijn geworden. En dat ze niet gaan staan kijken hoe hun gronden worden weggegeven. Dus dat snap ik ook helemaal. Maar we zijn er voor een oplossing. Dorpeling Giliano Zaman waarschuwt dat het vertrappen van de wetten van de inheemse niet langer geaccepteerd zal worden. Het is nu zaak dat erkenning van de inheemse grondenrechten bij wet wordt vastgesteld. Zaman keurt het ten zeerste af dat dorpelingen door de gronduitgiften worden gehinderd in hun dagelijkse werkzaamheden zoals visvangst en jagen. In 1986 is er verdrag getekend waar ze hebben gestreden dat wij bestaan in dit land. En is hier rekening daarmee gehouden. In 1975 is er een protestmars vanaf Albina naar Paramaribo gelopen om aandacht te vragen, om ook onze rechten in de grondwet op te nemen. Maar heeft het niet gedaan. Ja. En we zien dat het doorgaat en we zeggen tot hier en niet verder. En de gemeenschap is er moe van dat per heden alle uitgiften in onze gebieden worden teruggedraaid. En daar staan wij bij. Het resultaat van gevoerde dialoog is dat het traditioneel gezag donderdag 4 mei gesprekken zal voeren met de DC en de minister van Grondbeleid en Bosbeheer. De resultaten van de gesprekken zijn bepalend voor wat de volgende stappen zullen zijn.